Mooi, hebben we die ook weer gehad. Luidjes, vorige keer hadden we New York op de kop gezet. De dense stad met dense mensen. Die chaos hebben we ook weer overleefd. Maar aan de andere kant van de Staten heb je Los Angeles. Ook zo'n grote stad waar veel mensen rijden. Groter dan dat je eigenlijk zou willen. The Bad Drivers of Los Angeles 28. Dit bleek het de meest bekeken video te zijn van dit kanaal. Van alles wat hij heeft gemaakt. Dus dat, weet je, dat moet dan wel iets goeds beloven, zou je zeggen. Rijden ze nou allemaal door rood heen? Wat gebeurt er? When the crew is over the red light. Huh? Wie is de crew? Moet ik de crew kennen? Waarom rijden ze allemaal door rood? Het is alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wat gebeurt er? Changing lanes with no blinker. Ja. Yeah. Had ik graag anders gezien. Maar ik heb ergere dingen op het internet gezien. Let's play a fun game. Are you a car? Yes or no? Nee. Je had het best wel gewoon als een retorische vraag kunnen neerzetten. Andere vraag. Oké, het is geen auto. Begrijp het. Maar kijk eens naar dit wegennetwerk. Waar moet de fietser heen zonder voor zijn kloten te worden gereden als hij deze afslag wil maken? Hij kan nergens heen. De Verenigde Staten staat er voornamelijk om bekend dat de infrastructuur gemaakt is op auto's. En daardoor zie je ook heel veel van die vierkante blokken en ook het wegennetwerk, et cetera, is allemaal op auto's ingesteld. En daarom is het absoluut afgrijzelijk om ergens naartoe te lopen. Afstand is ook heel vaak heel ver. En fietsen wordt over het algemeen ook niet gedaan. Daar hebben ze niet over nagedacht. Lekker auto's, grote voertuigen, slurpen, gallons. In de trend van wat is geen auto. Ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Mooi vlaggetje. Ja. Chrome fenders. Ja. Gebrek aan kenteken. Is een ding. Zijn dat knipperlichten die daadwerkelijk functioneren? Er zitten knipperlichten op de... En die werkte ook gewoon nog. Maar, huh? Nee, toch? Kan iemand deze verdwaalde oude man gewoon eventjes zijn karretje op de stoep neerzetten? Wat maak ik hiermee? Dit is absurd. Dit is ronduit absurd. Ook absurd, maar is wel een voertuig met een kenteken. Dus dit is gewoon wel straatlegaal. Nou weet ik niet waarom de lampjes constant aan het knipperen zijn. Het zou een shutter speed dingetje kunnen zijn, maar ja, waarom? Waar halen ze al die dingen vandaan, joh? Ik heb die dingen wel eens in video's... Nou, nu zie ik het weer in een video, maar... Ik wist niet dat die dingen onironisch gebruikt werden. Maar lo and behold, ja, op de hoek van 8th Street in Los Angeles. Gekkigheid. Also seriously, no helmets. Ja, ja. Maar aan de andere kant, dat ding gaat ook weer niet zo snel. Ik loop even vast. Het ding waar ik me meer aan stoor is... Oké, als dat ding vermoedelijk sneller gaat dan de looppas. Daar kunnen we wel een beetje van uitgaan, ja? Dan zou je zeggen, oké, laat er over het fietspad heen gaan. Oh, wacht, welk fietspad? Waar moet de fietser heen? En dit is dan een woonwijk en dat is misschien dan zonder fietspad. Maar het staat zo teringvol met auto's... dat als je zeg maar twee rijen hebt met geparkeerde auto's, zoals we hier zien... en vervolgens willen nog een keer twee auto's langs elkaar... dat gaat niet. Dat gaat niet. Hallo? Wat bent u aan het doen? Rood is stop, hè? Wat is dit nou weer? Auga. Maar, oké. Waarom doet hij dit? Waarom doet hij dit? Je ziet dat er auto's staan. Aan de andere kant, alle auto's zijn er gestopt, weet je. Dan is het eigenlijk aan de witte Toyota aan de rechterkant... om snel door te rijden. En de Honda, die drukte me dan ook ineens door. Ja, en dan staat hij overdwars
stil. Oh, er komt er nog eentje achterna. Oké, de... Oh, dat is top. Ja, die Chevrolet aan de linkerkant dacht ook van... Nou, dit gaan we niet nog een keer doen. Ik druk hem er nu tussen. Maar had de initiële auto niet gewoon op dat paadje kunnen wachten? Van, oh, er is verkeer. En ik wacht wel even totdat het verkeerslicht voor hun op rood staat. En als zij stilstaan, dan kan ik er tussendoor. Kijk, weet je wat hier heel mooi zou staan? Zo'n rechthoek met zo'n kruis erdoorheen. Zodat je kan zien waar je niet op moet gaan staan... als je verkeerslicht op rood staat. Dat is eigenlijk gewoon... Het zijn een paar lijnen op de grond. Maar dan weet je gelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dat is best wel handig om te hebben. Gozer, je doet een speciale manoeuvre. Volgens mij... moet jij dan wachten? Why is this acceptable? Niet, maar... Ja, het is... De infrastructuur is ook heel scheid opgedeeld. Tevens heeft iedereen een grote auto. Een hele grote auto. Waarom kijken andere landen gewoon niet naar Nederland toe en zitten van... Ah, die hebben hun shit best wel op orde. Nederland staat op een van de... Gewoon op de toplijsten van de rijervaring. Kijk naar ons. Neem het over, weet je. Ik bedoel, jullie hebben asfalt. Jullie hebben... De mogelijkheden om die infrastructuur te verwezenlijken. Doe het dan ook. Wat is dit nou weer? Mensen zijn niet goed. This is a mess. Ja, dat kan je wel stellen. Dat is zacht uitgedrukt. Waarom toeteren mensen ook zo supersnel? Het is echt het moment dat hij stil stond. Honk. Hij staat... Nu stil. Nog geen 3 seconden. Nog geen 3 seconden om gewoon even naar de situatie te kijken van... Goh, wat is er aan de hand? Nee, ik ben gefrustreerd met mijn leven. Ik haat eigenlijk het feit dat mijn huurprijs zo hoog is in Los Angeles. De land of opportunity wordt gezegd. Maar mijn huur is te groot... Ik ben gefrustreerd. 3 seconden moet stilstaan, want de wereld draait om mij. Ik ben het hoofdkarakter en jullie zijn allemaal NPC's. Jullie doen er uiteindelijk niet toe. Dat is een beetje main character vibes wat je hier krijgt. Ga aan de kant. Ik ben Bruce Almighty. Ik wil dit kunnen doen, zodat jullie allemaal aan de kant gaan voor mij. Oh. Hou nou op. Dat is niet helemaal het moment om ervoor te steken, heb ik het idee. Of is het niet bij Amerika het geval dat je zeg maar de rechte baan heeft altijd doorgang of zoiets? Maar dan alsnog, weet je, je timing had beter kunnen wezen. Want hij stond. Je kan het zien. Hij staat de hele tijd stil en nu besluit hij echt om goed door te gaan. Je zit van, weet je... Dit had je beter kunnen timen. Aan de andere kant, de dashcam-bestuurder heeft ook echt het kortste lontje wat van een gemiddelde Amerikaan. Toeteren om alles. Alles. Dat is een mooie vinger. Een glorieuze vinger. Oh, en je ziet ook gewoon zeg maar aan een soort overhemdje... Met dan de witte armband van de overhemd. Dan kan je een beetje inbeelden wat voor persoon het is. Gekkigheid. Hé, hey, gozer, heb je zelf gewoon niet goed opgelet. Komt niet tot een volledige stilstand. Ik ga nu echt Piet Luttig zitten wezen. Maar, stopbord. Aan de rechterkant, we zien de streep. Stopbord betekent uiteraard tot volledige stilstand komen. Volledige stilstand. Zodat je de situatie goed kunt overzien. Maar de dashcam-bestuurder ziet het voertuig voor zich gaan. Ziet uiteindelijk aan de overkant een voertuig. Ziet links van zich een voertuig. Laat er eentje doorgaan. Psych, er komen er 2. Ik weet niet hoor, ik geef dat grijze voertuig niet echt de schuld hierin. Ook al kunnen we natuurlijk het perspectief niet helemaal zien van hoe die is aankomen rijden. Maar dan alsnog, weet je, rustig.
Geen haast. Dat is inderdaad een momentje om te toeteren. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Inderdaad, niet opletten bij een groen licht omdat je op je telefoon zit. Je wordt er giftig van. Een rechtvaardig toetertje. Ja. Ook al ben ik van mening, weet je, een honk. It gets the message around. Gewoon een simpele honk. Of een honk honk, weet je. Twee korte van hey, hallo. Maar de... Kijk, daar word je giftig van. Want dan betekent dat er echt meer dan frustratie achter zit. Er zit echt een soort woede achter. En dan irriteer je de ander ook. Dat moet je niet willen. Maar goed, Longa's Los Angeles. Afschuwelijk om te rijden moet je ook eigenlijk niet willen. Maar aan de andere kant, de hele stad is ingericht op auto's. Dus hoe de vaak kom je anders van links naar rechts. Goed, thanks voor het kijken. 2 video's daarnaast mij. Maak er gebruik van. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.